Dus hier hebben we Hermanus Koekoek senior. Dat is eigenlijk de beste marineschilder uit de romantische school. En de Koekoeks, dat is een vijf generaties schilderende familie. Dus Barend Koekoek is eigenlijk de landschapsschilder, de meest beroemde, samen met deze Hermanus. En je kunt hier ook heel duidelijk zien wat voor een geweldige klasse deze man had. Als ik alleen al naar die boot kijk hier, hoe die boot dus in het water ligt, maar hoe er ook zeg maar een ruimtelijke werking van uitgaat. Het is net alsof die boot zeg maar helemaal los ligt van die achtergrond. Als ik dan kijk naar dat mannetje wat daar loopt en die waadt dus gewoon door dat water heen en je ziet gewoon die wittige schuimkopjes zeg maar van die beweging van die man, dat is werkelijk fabuleus. En natuurlijk, wat we er ons bij moeten realiseren is dat dit schilderij zeg maar meer dan 150 jaar geleden geschilderd is. Toen hadden we nog helemaal geen elektrisch licht en andere zaken. Om bijvoorbeeld hier een voortekening van te maken of een snel aquarelletje. Daarna ga je weer naar je studio en dan moet je dus wachten tot het daglicht is. En dan zeg maar in dat daglicht ga je proberen om zeg maar het idee te vatten van wat je zeg maar het weekend ervoor hebt gezien. Dat op zich al betekent dat die Hermanus Koekoek een zeer oplettend en man was van detail. En dus heel duidelijk wist zeg maar, hoe die lichtval moest doen. Kijk eens naar die geweldige wolkenpartij waar die zon hier en daar doorkomt. Je ziet dus die zon eigenlijk ook helemaal achter in die einde zie je hem ook al doorkomen. En eigenlijk weet je dat hier ook zon ligt. Dus met andere woorden, net buiten het schilderij, ja, door die wolken heen, hè, komt die zon. En dit is in 1852 geschilderd. Ook weer in de hoogtij van de romantische school. Dus kwalitatief gesproken hè, is dit een schilderij wat ook over 100 jaar en over 200 jaar zien de mensen dit als een oude meester. We zouden dit moeten vergelijken bijvoorbeeld met Willem van der Velde, de grote marineschilder zeg maar, uit de 17e eeuw. En je ziet, als je kijkt naar die vrouw die hier staat, de manier waarop ze daar staat, zij staat daar ook echt zeg maar, te wachten op die man die daar naartoe loopt. Je ziet dat daar tussen die twee iets aan het gebeuren is. Of ze roepen iets naar elkaar, maar in ieder geval er zit een blik in. Die eigenlijk een grote vorm van intimiteit laat zien. Als je dat allemaal, wat wij nu zien, als je dat allemaal zo op zo'n doekje kan schilderen van 40 bij 55 centimeter, nou dan ben je een hele Piet, moet ik zeggen. Kenmerkend denk ik is het realisme. We hebben datzelfde realisme ook in de Gouden Eeuw gezien. Als we kijken naar interieurs, zelfs naar stillevens en naar marines, portretten. We kijken vaak, praten we over Rembrandt. Dan is met name dat realisme is een heel belangrijk onderdeel. Wat ook wel grappig is, denk ik, als je nou een hele kamer zou maken met dezelfde type schilderijen, maar dan één uit elk land of uit elke cultuur. En je zou rondlopen, dan kun je eigenlijk aan de hand van het kleurenpalet en het licht en de zon, kun je bijna bepalen uit welk land ieder stuk komt.